post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven, pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen, zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Al zijn klanten zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, de post. Kijk gauw op de mat. Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen, zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Een hele goede morgen, mevrouw de Kok. Wat een prachtige dag. Goedemorgen, Pieter. Ja, het is schitterend weer. Je zou eigenlijk niet moeten werken op zo'n mooie zonnige dag. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar de post moet bezorgd, hoe het weer ook is. Oh ja, natuurlijk. Nou dan, dit zijn de brieven voor de school. Ah, en dit is voor de dominee. Oh, en deze brief voor RJ ziet er belangrijk uit. Juist. Dan zal ik die als eerste bezorgen. Goed idee. En een fijne dag. U ook. Dag, mevrouw de Kok. Dag, Pieter. Eens kijken. Die bout moet hier. Adjee. Koffie. Ik kom, schat. Hallo, Adjee. Wat is hier aan de hand? Morgen, Pieter. Het is de raket. Ze rijdt niet goed en ik weet niet waarom. Oh, nee! Wat is er? Het is de jaarlijkse trein- en stationsinspectie. Die was ik vergeten. Je bent toch wel klaar aan het einde van de dag, of niet? Nee, Pieter. De inspecteur komt deze middag al. Ik heb de raket niet eens aan de praat gekregen. En moet je zien hoe het er hier uitziet. Als we niet door deze keuring komen, dan wordt het station gesloten. En dan moeten wij weg uit Groenbeek. Nou, dat laten we niet gebeuren. We willen dit station en we willen jou als stationschef. Wacht eens. Waarom vragen we niet aan iedereen om te komen helpen? Oh, bedankt, Pieter. Dat is geweldig. Geen zorgen, AJ. We komen er wel uit. Dag, Pieter. Dag. Hallo allebei, hier is de post. Bedankt, Pieter. Is alles wel goed, schat? We moeten hard aan het werk, ben ik bang. Hoe bedoel je? De treininspecteur komt vanmiddag. Vanmiddag? Oh nee, we zijn nog niet klaar. Maar het komt goed. Adjee werkt nu hard aan de trein. Die bout moet hier. En jullie moeten ervoor zorgen dat alles in het café goed gaat. Komt in orde, Pieter. Bedankt, Pieter. Graag gedaan. Tot strakjes. De afstelhendel moet vast aan de paalstaaf. De paalstaaf moet vast aan de koppel. De koppel moet vast aan de hoofdklep. En... Oh jee. Oh jee, ik raag dit ding nooit goed. Morgen, Pieter. Zeg, waarom al die drukte?
We hebben een soort van noodgeval, Klus. Een noodgeval? Ja, Ajay heeft hulp nodig. De raket staat met pech en er komt een treininspecteur vanmiddag inspecteren. Jesus, dan zal ik er maar onmiddellijk naartoe gaan. Bedankt, Klus. Ik zie je later. Misschien dat ik met een trein meer mazzel heb. Oké, allemaal. Het speelkwartier is voorbij. We gaan naar binnen voor de volgende les. Goedemorgen allemaal. Hier is de post. Morgen, Pieter. Is alles goed? Nou, met mij wel, maar Ajay heeft een groot probleem. Wat is er met papa? De treininspecteur komt vanmiddag, Mira. Je vader kreeg een brief. Maar de raket is kapot en doet het nu niet. En op het station is er de puinhoop. Oh jee. En we zouden vanmiddag nog wel op excursie gaan naar het station. Dat kan nu helaas niet doorgaan. Oh. Meester Pruisen, ik heb een goed idee. Zeg het eens, Sarah. Waarom gaan we niet helpen om het station op te ruimen? Ja, geweldig idee. Dan wordt dat de excursie. Ja, dat is goed. Ja, maar lopen we jullie dan niet erg in de weg? Nee, zeker niet. Ajay zit om hulp te springen. Vooruit dan. We gaan allemaal naar het station meteen na de lunch. Bedankt, chef. Tot strakjes. Dag, Pieter. Ajay? Ja. Auw! Sorry, schat. Wat wou je zeggen? Laat maar. Zo, en dat is het laatste herfstkrokusje. Hallo, dominee. Hier is uw post. Oh, hallo, Pieter. Ik was net de bloembollen aan het planten. Nou, uw bloemen staan er prachtig bij. Oh, goed. Dank je, Pieter. Over bloemen gesproken, daar wil ik u eigenlijk iets over vragen. Oh, wat dan? De treininspecteur komt vanmiddag langs bij Ajay en de bloembakken op het station zien er eerlijk gezegd niet uit. En jij dacht dat mijn bloemen daar wel iets aan zouden kunnen doen? Ja. Als u het goed vindt. Het zou een grote eer zijn. Ik maak het hier even af en dan ga ik naar het station. We moeten Ajay en Nisha helpen, nietwaar? Oh, dat is geweldig, dominee. Dank u. Kom mee, Smoes. Hallo, hoe gaat het? Nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat is het goede nieuws? Ik weet wat er mis is met de raket. En ik kan hem repareren. En het slechte nieuws? Ik mis een onderdeel. Het is de guicheldoos. Die kun je alleen krijgen op de hoofdremise in Groterdam. Ja, dan houdt het op. Maar ik moet toch nog wat dingen in Groterdam regelen. Ik kan gemakkelijk langs de remise rijden om het op te halen. Oh, Pieter. Dat zou geweldig zijn. Werken jullie maar door aan de raket, dan kom ik zo snel mogelijk terug. Oké. Dag, Pieter. Mooi. Wij gaan aan de slag. Zo, is iedereen klaar? Ik ben er klaar voor, meester. Vooruit dan. We gaan. Zo, perfect. Misschien moeten we deze taarten ook glazuren. Hallo, Ajay. Hallo. We komen je helpen. Oh. Oh,
Bedankt allemaal. Dat is erg aardig van jullie. En wat wil je dat we het eerst doen? Nou, al deze spullen moeten nog naar de schuur toe. Juist. Oké. Hoplakee. Het perron moet nodig geveegd worden en schoongespoten. De bordjes op de deur moeten worden gepoetst. De bankjes hebben een verfje nodig. En alle ramen moeten worden gelapt. Juist. Vooruit, troepen. Dat zijn wij. Ja, en u, dominee? Geen zorgen, Adjé. Ik heb mijn roeping al gevonden. Nou, ik sta paf. Kom op, Adjé. Aan de slag. De inspecteur kan hier ieder moment zijn. Ik hoop dat Pieter op tijd terug is. Het wordt al laat, Smoes. Ik hoop dat we nog op tijd zijn. Adjé, hallo. Pieter, ik heb de guicheldoos. Je komt precies op het goede moment. Kijk eens aan. Ze is weer zo goed als nieuw. Hallo, hallo, is daar iemand? Daar is de treininspecteur. Dit wordt spannend. Hoe maakt u het, meneer Baines? Hallo. Ik kom uw trein en station inspecteren. Ja, ik... Niet onderbreken graag. We hebben nog heel veel te doen. Zo, ik wil graag alles zien. Ja, ik... Gaat u maar voor, meneer Baines. Nou, meneer Baines, uw opslagschuur kan wel een stofdoekje gebruiken. Ja. Ja. En uw kaartloket moet worden opgeruimd. Ja. Maar, het gebak was heerlijk. En uw Groenbeekse raket is indrukwekkend. Oh. Het is zeer verheugend om het hele dorp zo betrokken te zien bij het station. Ja. Het doet me plezier u mee te delen dat het Groenbeekse treinstation geheel is goedgekeurd. Gefeliciteerd. Dank u. Bedankt, Pieter. Ik weet niet wat ik zonder je had moeten doen. Niet alleen ik. We verdienen allemaal wel een schouderklopje. Of een gratis ritje met de trein. Allemaal instappen in de Groenbeekse raket! Pieter, Pieter Post, wat zit er toch in je tas? Zou het een brief zijn? Is het een pakje? Is het een briefkaart? Wat is dat? Smoes de kat!